Ruiten ingooien, leuzen op muren van eigen volk eerst, haken kruisen. Al dat soort gedoe wat we nu in delen van Duindorp zien. Daar kan ik maar één ding over zeggen, dat tolereren we niet. En dat betekent? Dat betekent dat ik daar dus zowel Vestia achter zet. Vestia heeft een goed systeem van rode en gele kaarten. De politie uiteraard. Ik zal uiteraard ook zorgen dat het maatschappelijk werk, maar ook de scholen na de vakantie bij dit vraagstuk worden betrokken. Want deze vormen van, ik kan niet anders noemen dan racisme, die willen we niet in de stad Den Haag. Niet op Duindorp, op Scheveningen, niet in de Schilderswijk, niet in Laak, niet in het Bezuidenhout, niet in Spoorwijk. Dat moet heel duidelijk zijn. U zei net rode en gele kaarten. Even voor de duidelijkheid, u zegt op het moment dat dit door blijft gaan en we komen achter wie dat doet, dan worden mensen hun woning uitgezet? Nou, Vestia heeft er een heel goed systeem voor. We hebben dat eerder, toen we dit soort dingen hadden, aan de hand hadden, heb ik ook ingegrepen. Dat was in de burgemeestersbuurt. Wat dat betreft hebben we, het stadsbestuur, maar ik ook, een heel consequente lijn. En die gaan we ook inzetten. Daar hoeft helemaal niemand bezorgd over te zijn. Daar moeten alleen degene bang voor worden die dit soort dingen doen. Want wij hebben dingen geconstateerd, maar wat is u allemaal te horen gekomen? We hebben bij bezichtigingen van woningen allerlei incidenten gehad. Men kan erop rekenen dat degenen die zich daar schuldig aan maken ook in de kraag gevat worden. Sinds wanneer speelt dit? Ja, dat is moeilijk te zeggen. De laatste tijd is het heviger dan het ooit is geweest. Er is altijd, laten we wel wezen, niemand is een engel ook in deze stad. Er gebeurt wel eens wat. Maar deze vorm dus van eigenlijk wegpesten van mensen die niet uit Scheveningen komen en mensen die van niet-westerse achtergrond zijn, dat tolereren we gewoon in de stad niet. Maar heeft u een verklaring voor waarom dat nu opeens zo opleeft daar? Dat weet ik niet precies. Ik heb er wel bepaalde gedachten over, maar daar heb ik niet zoveel zin in om het daar nu over te uiten. Het gaat erom dat we dit soort gedrag van burgers in onze stad, stad die ook tolerantie uitstraalt, dat we dat gedrag niet tolereren.